Overbevissing is een probleem waar de wereld steeds meer mee te maken krijgt. Er wordt te veel op dezelfde soorten vissen gevist, waardoor bepaalde soorten zelfs uit kunnen sterven. Dit is erg slecht voor het milieu en daarom wordt er tegenwoordig steeds meer vis gekweekt. Zo ook door de firma Aquafoods, waar op een duurzame wijze Afrikaanse meervallen worden gekweekt. De meerval is een Afrikaanse vis. Hij wordt hier in Nederland gekweekt. En het is een vis met een neutrale smaak en heeft een stevige textuur. En die bevat omega 3 vetzuren. Hij wordt gekweekt zonder antibiotica of andere toevoegingen, waardoor het een heel gezonde vis is. De meerval die wordt gekweekt in bassins. Het water waarin ze zitten, dat is ongeveer 23 tot 27 graden. Dat wordt schoongemaakt door middel van een waterzuiveringssysteem. In het waterzuiveringssysteem zitten bacteriën. En die bacteriën die eten alle afvalstoffen die de vissen uitscheiden weer op. Waardoor het water weer helemaal gereinigd is en weer teruggevoerd kan worden naar de bassins. De opgekweekte vissen komen binnen op de verwerking. De vissen worden minimaal een paar uur en maximaal één dag in leegbakken gehouden en dan afgedood op ijs. Deze manier van doden is het minst pijnlijk voor de vis, omdat de meerval door de plotselinge verandering in temperatuur gelijk in shock raakt. Nadat de vis is gedood, wordt hij gestript. Met een kleine machine worden de ingewanden eruit gehaald, vervolgens wordt de vis onthuid en gefileerd. Dit gebeurt met de grote meervallen van 1,5 kilo. De kleinere meervallen van 1 kilo worden gerookt. Het is een iets ander proces. De vis die wordt, nadat hij gestript is, wordt hij gepekeld volgens een eigen recept. Dan wordt hij op een haak gehangen en dan wordt hij een nacht te drogen gehangen in de koeling. Dan gaat hij naar de rookkast en in de rookkast, dat is een proces van 8 uur. Dan wordt hij 4 uur wordt hij eerst verder gedroogd en in de volgende 4 uur wordt hij echt gerookt. En dat gebeurt op berkenhout. En nadat hij gereed is, wordt hij weer uit de kast gehaald. Dan gaat hij weer de koeling in om weer terug te koelen. En nadat dat gebeurd is, wordt de vis gefileerd. Wanneer de vissen verwerkt zijn tot visfilet, zijn ze klaar voor consumptie. Voor veel consumenten is het belangrijk dat de producten die zij kopen niet schadelijk zijn voor het milieu. Maar hoe weet je als consument zeker dat de visproducten die je aanschaft duurzaam zijn? De consument kan weten dat de vis duurzaam is, want dan kan hij kijken naar de viswijzer. En die viswijzer wordt uitgereikt door Stichting Noordzee en het Wereld Natuurfonds. De groene vis, dat is dus onze meerval, die wordt of niet overbevist of in relatief veilige omgeving in de aquacultuur opgekweekt. Dus die kan de consument met een gerust hart eten, waarbij die weet dat het milieu bijna niet belast wordt.